Ik werd van de week gebeld, maandagavond, of ik een praatje kon houden over het genoemde onderwerp. Wat kan de kerk betekenen in deze samenleving in deze tijd? En het moest in 3 minuten en het moest motiveren, inspireren en stimuleren. Nou ja, goed. Dan zit je wel even stil. Ik wil een paar dingen zeggen. In de eerste plaats, het draait allemaal om de liefde. Als dat er is, prima. Als dat er niet is, forget it. Tweede, ik heb zoveel gehoord vandaag en de laatste maanden over professionals en vrijwilligers. Misschien kun je die termen een beetje naar de achtergrond draaien en meer het hebben over mensen. Daar wordt hier ook wel over gesproken hoor. Maar dan wat betreft de term kerken. Ik heb niet de pretentie te kunnen spreken namens alle kerken. Niet eens namens mijn eigen kerk. Maar wat ik wel weet is dit. Jezus kwam naar deze wereld om mensen te genezen, psychisch zowel als lichamelijk. Hij was betrokken. Hij gaf om dat wat zwak was en om de armen. En we zijn nu 2000 jaar verder en Ede is vol met kerken en met geloofsgemeenschappen. En ik denk dat ze geroepen zijn om midden in de samenleving te staan. Zoals in ieder van ons geroepen is, individueel, maar ook als geloofsgemeenschap, om midden in de samenleving te staan en om betrokken te zijn. By the way, weet u, het is morgen een bijzondere dag. Het is namelijk de Nationale Burendag. Ik weet niet of u het door had, maar misschien goed om even om u heen te kijken, even bij uw buren aan te bellen, een hele rij, pak dan gelijk het hele blok, mensen even een hand te geven. Ik wil even een hand geven, want het is namelijk Nationale Burendag. Ergens belachelijk dat we zo ver gekomen zijn, dat we aan moeten denken. Maar een prachtig instituut gezien de situatie waar we in zitten. Dat even doortrekken. Ik ben zelf betrokken bij Evangelische Gemeente Jona. We hebben de pretentie, dat willen we in elk geval, om midden in de buurt te staan. We hebben een gebouw op de Wissel aan de Bettenkamp. We ondernemen ook activiteiten met de buurtvereniging. We zijn blij dat we een paar huisartsen hebben in ons gebouw. We hebben een opvang van Serenlo. Allerlei manieren waarop mensen binnenlopen en we proberen contact met ze te krijgen. Op een heel eenvoudige manier. En eigenlijk wil ik gewoon iedereen stimuleren, christen of niet-christen, om betrokken te zijn bij je buurt. Verder ben ik zelf werkzaam als pastoraal werker vanuit Evangelische Gemeente Jona. Daarnaast hebben mijn vrouw en ik een praktijk voor pastoraal en pastoraat en counseling onder de naam De Vallei. En ik heb gemerkt, en dat vind ik een buitengewoon positieve ontwikkeling, dat er de laatste jaren iets doorbroken is tussen de professionals en wij als kerkelijk werkers. En ik heb heel goed contacten kunnen hebben met Bureau Jeugdzorg, met Lindehout, met Elios, met, ik vergeet, Pro Persona, allerlei clubs. En dat is vooral gebeurd omdat we elkaar zijn gaan ontmoeten. En dan worden die netwerken groter en dan kom je dichter bij de mensen te staan. Prachtige dingen. Dus wat de participatiesamenleving betreft, ik ben vrij optimistisch. Maar eerste voorwaarde, grootste voorwaarde, mijns inziens, dat we allemaal weer mensen worden. En dat we betrokken waren. En dan spreek ik tot de christenen als zoals Jezus betrokken was bij mensen. En tot de niet-christenen, dat mag u ook verwachten van christenen. Spreek ons daar alstublieft op aan. Ik heb niet de illusie dat de kerken altijd dat beeld hebben laten zien wat onze stichter heeft neergezet. Maar dat is wel de uiteindelijke bedoeling. In de afsluiting van mijn praatje wil ik dit zeggen. Het Joodse volk viert op dit moment het nieuwe jaar. Het Rosh Hashanah. En vanaf morgen volgen daar 10 dagen van inkeer. Van nadenken. Van fouten opruimen. En daarna komt dan de grote verzoendag. Als christenen beleven we dat anders. Dan geloven we dat we inderdaad met God verzoend zijn, dat in hem onze identiteit ligt, in Jezus. En dat geeft ons grote vreugde, als het goed is. Geeft ons grote liefde, grote betrokkenheid. En geeft ons een geweldige motivatie, een geweldige krachtbron. Maar veel meer dan dat, om midden in de samenleving te staan. En dat willen we dus ook. En nogmaals, daar mag u ons ook op aanspreken. Hartstikke fijn. Laten we u dan bedanken. Oké. Okay.